Van harte welkom bij Drimmelen Actueel, de nieuwsrubriek van Omroep Drimmelen. Iedere week doen wij verslag van activiteiten die in onze gemeente worden gehouden. Op dit moment is Omroep Drimmelen een film over de Liniecrossers aan het maken. De Liniecrossers zijn voortgekomen uit de verzets- en spionagegroep Albrecht en zij brachten een informatiestroom met een groot landelijk netwerk tot stand voor de geallieerden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Nadat de Moerdijkbruggen waren vernietigd, waren ook de logische verbindingen met de geallieerden verbroken. De Liniecrossers brachten via de Biesbosch met gevaar voor eigen leven die verbinding tot stand. Zij brachten ook uit bezet gebied gestrande piloten terug en brachten spionnen in. Ook informatie over troepenbewegingen werd doorgespeeld. Verder werd er in de hongerwinter ook medicijnen en voedsel overgebracht naar bezet gebied. We hopen dat u met interesse naar deze film zal kijken. De gemeente Drimmelen slaat ook aankomend jaar de handen ineen met Max Vitaal. Dat is een sport- en cultuurstimuleringsproject dat in januari weer van start gaat. Het project moedigt inwoners vanaf 18 jaar aan om fit en actief te blijven door op een laagdrempelige en vaak kosteloze manier kennis te maken met de sportverenigingen en culturele instellingen in de gemeente. Om mee te doen hoef je je niet per se aan te melden. Voor kinderen bestaan er de succesvolle stimuleringsprojecten Sjors Sportief en Sjors Creatief, waarbij zij de kans krijgen om vrijblijvend sportieve en creatieve activiteiten te ontdekken. Zowel voor de inwoners als de aanbieders biedt dit mooie kansen. Tot 1 november kunt u zich eenvoudig aanmelden via Max Vitaal. Wilt u meer weten? Kijk dan op hun website of neem contact op met Senna van Dongen. Zij is buursportcoach via Surplus Drimmelen. Op zaterdag 19 oktober start de najaarseditie van De Week van Ons Waterweer. Deze najaarseditie valt gelijk met de herfstvakantie en loopt tot en met zondag 3 november. Er is weer van alles te beleven. Je kunt op avontuur in een van de Nederlandse watermusea er of erop uit trekken in de natuur. Meer informatie vind je op de website van het Biesbosch Museum. Het is alweer de 20ste keer dat Goederenbank de Baronie de winkelactie organiseert, ook in Malen. Elk jaar zet een groot aantal vrijwilligers van de Voedselbank Regio Oosterhout zich in bij de winkelactie. Dit jaar wordt deze georganiseerd op donderdag 21, vrijdag 22 en zaterdag 23 november. Vrijwilligers zijn de kracht waarop de Goederenbank drijft. Naast het vaste team dat hen door het jaar heen helpt, hebben ze een extra team van ongeveer 200 mensen nodig die zich tijdens de winkelactie in willen zetten. Ieder jaar ontvangt de Voedselbank bijzondere leuke reacties van de vrijwilligers die dit werk ondersteunen. De wervingsactie voor vrijwilligers is ondertussen begonnen. Heeft u nog ruimte in uw agenda? Schroom dan niet en stuur een mail. Het winkelend publiek wordt gevraagd de actie te ondersteunen door iets extra's te kopen en aan de Voedselbank te doneren. Het gaat om droge en houdbare ongekoelde basisproducten. Wilt u meedoen, stuur dan een mail naar Stille Armoede. De tafelgenoten gaan terug naar waar het idee van de tafelgenoot geboren is. Het eetcafé, hier is het. Door de gastvrijheid die de tafelgenoot ervoer en de ruimte die zij kreeg, kon er na een geslaagde try-out met de tafelgenoot worden doorgegaan. Ondertussen doen de tafelgenoten dit alweer 6 jaar. De aanvang is om 5:30 s'avonds en om 6:00 begint het diner. Het maximale aantal personen is 45. Aanmelden kan tot 8 november via een mailtje met daarin een telefoonnummer en het aantal personen vermeld. U hoeft vooraf geen menukeuze door te geven. De leerlingen van basisschool De Zeggenwijzer zongen tijdens de opname voor de publieksprijs van het NK Tegelwippen. Met hart en ziel het liedje Welkom op ons schooltje, het ziet er hier mooi uit. De basisschool is namelijk genomineerd voor de eervolle titel Publiekswipper 2024. Wilt u ook dat De Zeggenwijzer deze prijs wint? Op de website van het NK Tegelwippen kunt u vanaf 1 november stemmen. Het filmpje is al op de website en op het Instagram-account van het NK Tegelwippen te bekijken. Als Omroep Drimmelen brengen we elke week een aantal onderwerpen wat langer in beeld. Deze week zijn we te gast bij het amateurconcert in het Witte Kerkje in Terheide.
Op 6 oktober organiseerde Stichting Theeconcerten daar haar jaarlijkse amateurconcert. Genoeg amateurmuzikanten hadden zich opgegeven en voor ieder van hen was het een bijzondere gelegenheid om voor publiek op te treden en dan ook nog eens op zo'n prachtige locatie. Ook dit jaar zag en hoorde een enthousiast publiek weer veel talenten voor hen optreden. Met dit amateurconcert is de reeks theeconcerten voor dit jaar weer van start gegaan. Wilt u dat Omroep Drimmelen verslag doet van een leuke activiteit in onze gemeente? Laat het ons vooral weten via mail aan publicatie@omroepdrimmelen.nl. U kunt onze uitgezende items ook terugkijken op onze social media kanalen. Graag zien we u volgende week weer terug. Tot dan!